Ik ben Peppa Pig. Hallo, ik ben het, Peppa de Big. Wacht, ik ben het vergeten. Oh, ik ben 30. Leuk dat jullie er zijn, Jet. Vandaag speciaal gast, namelijk Mr. Pig. Of het goed gaat? Nee. Waarom doe ik dit, vraag je je misschien af. Wij gaan namelijk vandaag een speciaal spelletje doen. Nee, we gaan niet Peppa de Big kijken. We gaan Peppa de Big zijn. Jij bent Peppa en ik ben de Big. Daar gaan we, dames en heren. Ik ben Peppa Big. Wil je mijn kameraadje zijn? Ja. Een nieuw kameraadje? Dat ben ik. Ja. En wie is dat nieuwe kameraadje? Ik! Dat weet ik niet. Dus wanneer komt je nieuwe kameraadje spelen? Nu? Peppa? Hier? Binnenkort. Nu! Dames en heren, de piek van mijn carrière. Ik ben Peppa de Big. En vandaag hebben wij dus een Peppa de Big aflevering. Het is ongelooflijk. Heb ik een weddenschap verloren? Nee, dit is de piek van mijn carrière, man. We gaan beginnen. Kies eerst wat voor kleren je wilt dragen. Ik ben een rondje. Welke kleur moeten ze hebben? Roze. Geweldig! Het dier? Een varken. Oh. Welkom in de stad van Peppa Pig. Je gaat hier veel plezier hebben. Jee. We gaan Peppa zo ontmoeten. Maar laten we eerst een stukje gaan lopen. Jee. Gebruik de joystick om je te verplaatsen. De joystick, bro. WASD, ouwe. Oh, daar ga ik. Oh. Bzz. Wat een mooie vloer. Ga er maar eens naartoe. Oké. Druk nu op een knop om hem aan te raken. Onthoud dat je de knop indrukt die op het scherm verschijnt. Laten we hem volgen. Daar heb ik absoluut geen zin in. Wat is dat? Oh. Daar staat een hek dat de weg verspert. Vet. Oh, hallo. Welkom in de stad. Dankjewel. Als je blijft lopen, kun je Peppa ontmoeten. Ik dacht dat ik Peppa was. Hè? Spatie. Je weet nooit wat er kan gebeuren. Nou, die spatiebalk heeft geen leven meer zometeen na deze game. Mijn vriendin Peppa Big. Oh, het is mijn vriendin. Ik ben het niet eens. Dit wordt de beste dag ooit. Dat dacht ik al. Zo begon het al voor mij. Daar ga ik. Spatie. Dit is mijn kamer. Vind je hem leuk? Ik heb superveel speelgoed. Ik heb iets gejat van jou. Ik heb een auto. Een bus. Ik heb een bus gejat. Ik ben niet klaar. Ik hoef niet in jouw kamer te zijn. Dit is mijn papa. Zullen we even hallo tegen hem zeggen? Daar gaan we. Hallo Peppa. Ik zie dat je een nieuw kameraadje hebt. Klopt. Ik ben dat. Hey, mama Big. Oh, jankende kinderen. Wat is er aan de hand, George? Waarom huil je? Dinosaurus. Ben je meneer Dinosaurus kwijt? George en Peppa hebben je hulp nodig om meneer Dinosaurus te vinden. Volg me maar. Oké, ik volg je. Volg me maar. Volg me maar. Volg me maar. Dat heb je al 4 keer gezegd. Dinosaurus. Hoe krijgt dat kind een dinosaurus zo hoog in die boom? Misschien kunnen ze de hulp gebruiken van iemand die langer is. Of gewoon een tak pakken. Papa, papa. Vast in de boom? Laten we eens kijken. Hoezo een lang iemand? Hij is dik. Hij is niet lang. Ja hoor, tuurlijk. Hij is net zo groot als de boom. Hij is 4 meter 40. Nou, ik heb een hoop verstand van dit soort zaken. Appeltje eitje. Het is gelukt. Goed gedaan. Dankjewel. George heeft meneer Dinosaurus weer terug. Waarom doen ze dit? Waarom liggen ze op hun rug en gaan ze keihard lopen lachen? Het huis van grootouders. Oh. Opa en oma Pig. Polly Papegaai doet alles. Wat is dit nou weer voor asperge die hier staat? Te springen? Het is gewoon oude gurk. Uit te maken. Gewoon oude gurk met een snavel. Wacht, ik wil even horen hoe die klinkt. Oh nee, kijk nou. Polly's voerbakje is helemaal leeg. Ze zal wel honger hebben. Waarom gaan we niet wat halen? Zeg me maar. Hier, voer. Sick. Nou, dat was moeilijk. Er staat een kip op. We geven het aan een gurk met een snavel. Kijk eens, Polly. Hier is je eten. Ah, het is heel lekker.
praten. Ik heb nog nooit Peppa de Big gezien. Echt nog nooit. Oké, okay, sick. Wat was dit? Oh, zijn we niet Wari? Oh, shit. Oh, zit in de... Oh, ik mag ook geen S zeggen, sorry. Oh, chips. Zit in de auto in de Wari van opa en oma. Big. Wauw, lit. Maar opa, oma, waar is al het zand? Wat een ontzettende aantrekkelijke bikini heb je dus aan. Badpak. Er zijn genoeg leuke dingen te doen op dit rotstrand. Op dit rotstrand. Wat een humor! Neem een kijkje tussen de rotsen langs het strand en laat opa en oma Big je vondsten zien. Oké. Okay. Ik kan alleen hier... Oh. Money! Kijk, ik heb iets heel glimmends gevonden. Misschien was die ooit van een piraat. Want ik heb een hoed op met een piraat. Laten we rondkijken. Doen we die gewoon die wakker weer terug? Polly Papegaai doet alles wat jij doet. Heeft dat nu alweer op? Waarom alles? Probeer je niet te springen? Oh joh, kijk nou, spring. Wat sick. Oh, hallo daar, tegelijk. Wat doe jij nou weer hier? En om je te zien, Peppa. Dat vind ik een goeie. Hebben jullie hier ergens een kip gezien? Ja, oma. Ze is net weggelopen. Je liep letterlijk langs de kip. Kunnen jij en je kameraadje me helpen de ontbrekende kippen te vinden? Zal ik jullie wat leuks vertellen over deze game? Deze game kost dus geld. Oh, ik kan lopen. Wacht. Vang. En dan jiet je hem zo tegen de muur. Waar moet het heen, dat ding? In deze game, geloof het of niet, is €39,99. €40 voor dit. Waar moet dit heen? Ik loop met een zwarte kip. Waar moet dit heen? Ik weet niet waar ik heen moet, Peppa. Help me dan. Volg me maar. Dit is een kinderspel en ik kan het gewoon niet uitvogelen. Oh, ik moet wel hierheen. Uitstekend. Oh, nog maar 2 kippen te gaan. Dat was de laatste. Vet. Alle kippen zijn nu veilig en gezond, dankzij jullie. Dankjewel, man. En nu? Wat moet ik doen? De speelgroep, wat is dit nou weer dan? Oké. Okay. Hallo allemaal, dit is mijn nieuwe kameraadje. Allemaal andere dieren. Hallo. Hallo, ik ben Milan Knor. Kinderen, vandaag is een heel speciale dag. Weten jullie welke dag het is? Zaterdag. Is het je verjaardag? Nee, het Henkie? Is niet mijn verjaardag, Enkie. Enkie? Wil iemand anders raden? Jij misschien? Nee. Goed geraden. Vandaag is het sportdag. Wat? We gaan vandaag allemaal sporten. Kom mee naar de atletiekbaan. Ja, zin in. Oeh. Oké, okay, kinderen. Jullie mogen rennen op mijn teken. Daar gaan we. 3, 2, 1. Nu! Oh. Deze big sport niet. En nu de eindsprint, kinderen. Jullie zijn bijna bij de finish. Gefinished. Gefeliciteerd. Heel goed gedaan, allemaal. Hoe dan? Jullie hebben allemaal een trofee verdiend vandaag. Nee, dat is niet eerlijk. Dat vind ik zo dom. Pedro? Kinderen moeten ook leren om te verliezen. En Big al helemaal. En jij ook, natuurlijk. Ik heb een naam. Ik heb een naam. Hoezo weet je mijn naam niet? Milan Knor. Oh, ik moet bewegen. Dat ziet er echt oud uit. Is wat zij zei. Dinosaurus! Dinosaurus? George zegt alleen maar dinosaurus. Oh, dinosaurus. Dinosaurus! Huh, ja, George. Een echte dinosaurus. Eentje die heel lang geleden heeft geleefd. Hoe weet je dat? Dinosaurus. Zorg dat hij ons niet vervat. Ben jij er nog bij? Dinosaurus! Zo te zien heeft George zijn favoriete ruimte gevonden. Hij ging er meteen uit, omdat ik niet bewoog. Dus die game die wilde natuurlijk dat ik ging rennen. Maar ik ga niet rennen. Varken rennen. Wat is dit? Ah, wel. Dit varken. Dan gaan we. Hey!
kostte me 40 euro. Och, en ijsjes. Wie wil er een lekker ijsje? Een ijsje? Oh. Mama, papa, mogen we alsjeblieft een ijsje? Eén ijsje kan vast geen kwaad. Dat is dan geregeld. Wat is jullie favoriete Hallo, smaak ijs? Hallo, juffrouw Konijn. Hoi, Peppa. Wacht even. Wat is jullie favoriete smaak ijs? Laat het weten in de reactie. Ja, graag. En ook eentje voor jou. Jou? Ik heb een naam. Ik heet Milan Knor. Ik ga haar gewoon laten wachten. Ik moet erheen lopen, maar ik ga het niet doen. Ik kom pas als je mijn naam zegt. Ik ga niet komen, mijn juffrouwtje konijntje. Totdat je mijn naam zegt. Nu smelt iedereen's ijsje. Door jou, mevrouwtje, juffrouwtje, konijntje. Nou, vooruit dan maar. Ik moet op spatie drukken om te likken aan een ijsje. Waar gaat dit heen? Goed dan, een fijne dag nog. Bedankt mevrouw konijn. Konijn. Iedereen houdt van ijsjes. En ze wil liggen. Oh, oké. Okay. We zijn er. Oh. Goed. Wacht hier maar heel even. Oké. Okay. Ben helemaal eng een hoorspel. Een speelvliegtuig. Kijk. Oh. Misschien kun je Vet. Een looping maken. Looping. We kunnen wel een looping maken. Let maar op. Joe. Vet. Landen is ook lastig. Oh jee. Het is het beste speelgoedvliegtuig van de hele wereld. Oké. Okay. Nog even liggen, ja. Ik denk dat opa en oma wel iets nieuws hebben. Als opa nu weer over die vliegtuigen begint, dan druk ik op Alt F4. En voor de kinderen dat betekent alles moet weg. Oh, hallo kinderen. Als je het maar waagt. Hebben jullie het leuk? Ja, opa. We hebben het echt heel erg leuk. Ik voel me af. Oh.